Yo, mensen, toch weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA 1999 Met vandaag weer een nieuwe Robin van Pensy AS Monaco Mode. En we gaan deze aflevering starten met een wedstrijd tegen FC Metz in de competitie. En daarna hebben we ook onze eerste wedstrijd in de Champions league groepsfase. Toch voor mij wel de eerste wedstrijd, wedstrijd of wel de tweede? Nee, we hebben al we hebben een aantal wedstrijden gehad al. In ieder geval hierna dus weer een Champions League duel. Wees eerst maar even kijken wat het gaat worden tegen FC Metz. Een paar aanpassingen in deze opstelling. Nou, well, een paar, heel wat. Op middenveld in de aanval en aanpassing. Verdedigers weer twee nieuwe frisse krachten. En aanvoerder is Steven Berghuis. Alhoewel, ja toch wel. neemt de jongen in plaats van die speler. Even huppakee, de jongen mee. Voor de rest, uh, die Dembele zetten we in de wissel neer. Hateboe halen er even uit, denk ik. Ja, voor hem. hem. Hebben we nog nauwelijks gebruikt, eigenlijk. Die middenvelder die zat al bij de selectie. Maar die hebben we nog niet echt gebruikt, die jong getalenteerde middenvelder. Maar goed, we gaan er eens het beginnen tegen FC Metz. En wij hebben hier het balbezit, mocht er achterop nemen. Fred richting de jong. Gelijk wordt er een avond gezocht door Aas Monaco. Geubels, de bal aan de voeten van de tegenspeler. Nu de uitbraak, misschien voor de Thuisploeg. Kunnen wij de druk behouden en erop zetten? We lijken het bijna te gaan proberen. Uiteindelijk gaat deze bal hier naar de Gueva. Payot, onderschept door Fred. Nu aanval voor Aas uh, Monaco. Kunnen we eruit komen? De Jong, ja. De Jong, Bozjaniek. Bozjaniek en Geubels. Bozjaniek na Geubels. En het is hier de kans voor de 1-0. En het is ook 1-0. Want het is Geubels met de voorsprong. En Aas Monaco leidt met 1-0. Aanvoerder Berghuis vliegt naar de spits Geubels. En hij scoort dus ook de 1-0 Geubels. 13e minuut. Bozeniek wordt hier aangespeeld. Boziniek dan aan nee, voor de 2-0. Nee, de redding van de Toelman op het schot van Robert Boziniek. En de hoekschop is dus nu wel voor Aas Monaco. Kijken of die hoekschop goed gaat vallen voor ons. We vragen de bal. We gaan dan nou kort spelen. Oh, dat is een totaal verkeerde hoekschop hier trouwens. Die speler is ontreffend niet perfect, onze speler. Dus de bal is dus ja, voor FC Metz een hele slechte hoekschop. Uh, Laten we het daar maar bij houden. Maar we hebben bal wel weer snel weer terug. Hier naar de Jong. De Jong, Geubels. De bal weer in de voeten, en toch wel een paar soorten foutjes. Ook een kwartier in de gang. Maar de 1-0 natuurlijk. Maar het zijn wel de foutjes hoor. Steeds kleine foutjes bij A.S. Monaco. Hier weer. Toch houden we de bal nog met de Jong. Nu dan wel goedgeven de Jong. Die probeert er langs te komen op deze manier. Hij gaat misschien zelf voor zijn eigen kans. De Jong wordt onderuit gehaald. Geen strijd, tap of strafschop. Gewoon doorspelen. De bal blijft ook voor Aas Monaco. Weer de jong. Nu raakt hij de bal kwijt aan de verdediger. En is de bal weer voor de tegenpartij FC Metz. Hier gaat uh, Aas Monaco de volging. Kunnen we eruit komen? Nee. De bal is al steeds nu voor FC Metz. En dan wordt er wordt het uitkijk geplaatst. Want ze zijn op een gevaarlijke positie om richting het doel te gaan. Minuut 24. En uh, we kunnen de bal niet terugkrijgen. Hier dan weer wel. Goed verdedigd. En nu weer de countermogelijkheid voor. Aas Monaco. goede paas. Robert Boznik. niet. Boosnik nu. Ja, Geubels. Ja. Geubels kan zo voor zijn tweede gaan. Geubels. Geert er dan wil hem afgeven. Maar de bal komt niet aan bij de jong. Dus is het een half uur gespeeld. Dan steeds de 1-0 voorsprong door het doelpunt van Geubels. En nu de bal is het is voor FC Metz. Die op jacht gaat naar de gelijkmaker. En die valt hier goed. Dan komt er een kans voor de gelijkmaker. Wat heet tackle is goed. Geen overtreding. En goed verdedigd dus. En is de... Aanval eruit gehaald en nu gaat de bal de andere kant op. De Jong, ja, Geubels, die uh, komt eraan, Geubels dan. Geubels voor zijn tweede en het is niet zijn tweede, de redding van de doelman. Had hij 2-0 moeten zijn, hè. Maar Geubels krijgt de bal niet in. misschien had hij hem beter aan Bosni kunnen geven, maar het is nog steeds de, 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 de oh, 2-0. Oh, ik ben die 2-0 vergeten erin te zetten, denk ik. Maar goed, het is nou dus ondertussen alweer 2-0, jongens, en het is dus, ja, 2-0 voor ons. Kunnen we steek beginnen naar de tweede helft? Het lijkt er wel op, ik zeggen, maar de bal is alweer onderschept. Dus de bal is weer voor FC Metz. Lea Silk Een beetje lastige naam bij FC Metz, maar goed, dat maakt niet uit. Nu komen ze er toch langzamerhand uit in het begin van deze tweede helft. Komt er dan de aansluiting, voor de thuisboeg. We gaan het zien. De paas is er. En onderscheppen wij de bal ook oh, niet gelijk. En dan komt er een kans in een redding weer van Drommel. Die keept toch wel een aardige wedstrijd. Door dus zijn eerste wedstrijd moest hij even wennen. Kreeg hij twee doelpunt onze oren. Maar daarna is hij steeds beter gaan keeper. Joel Drommel. bal weggaat hier door de verdediging. De bal is hier nog steeds voor FC Metz. Niet goed uitverdedigd door Aas Monaco. Dan komt er een kans weer. En de verdedigers lopen daar weer niet goed. En dan komt er weer een kans. En nu is het wel het doelpunt. Nu gaat hij er wel. En nu wel achter de rug van Joel Drommel. En dit is dus de aansluitingstreffer voor FC Metz. En is het dus de 1-2. Staan we nog met één doelpunt verschil voor. Maar ja, het zal toch wat prettig aanvoelen als er nog een doelpunt bij komt. Maar FC Metz komt er nu meer uit in deze tweede helft. Wij hebben er wel hier bij toeval in de voeten. Fred het bal is hier één keer door richting Boznik. Dat is geen buitenspel. Boznik loopt er een speler vrij. Ja, Berghuis. En het is de aanvoerder die Aas Monaco op een 3-1 zet. Steven Berghuis in minuut 62, 3-1 voor de AS Monaco. Eindelijk staan we weer voor met twee doelpunten verschil nu. Door Steven Berghuis, de aanvoerder. Lang gewacht op nog een doelpunt. Maar hij maakte hem. Ondertussen het laatste kwartier is ingegaan van officiële speeltijd. En nog steeds het 3-1 voorsprong. Goede onderschepping. Komt er dan weer een uitbraak. Berghuis, daar kan je de bal wel op geven natuurlijk. Berghuis, boos dan. Nog niet echt gezien met zijn kansen. Ik weet trouwens niet meer wie die 2-0 gemaakt had. Want ja, uh, ik, heb, ik, ik, ik loop al 500 video's opnemen voor jullie. De South Hampton wordt wordt ook al opgenomen voor uh, en morgen en voor zaterdag. Uh, dus uh, ik ben, af en toe weet ik niet meer welke wedstrijd, wie die doelpunt heeft gemaakt en hoe het afgelopen is. Dus dat is, uh, dat, is zelfs ook altijd, dat is zelf ook altijd een verrassing voor mij. In ieder geval, na de laatste 10 minuten is het nou dus nog steeds die 3-1 voorsprong. Waar de bal nu bij Berghuis terechtkomt. Steven Berghuis komt dan aan de kans voor de 4-1. De man voor zijn tweede doelpunt. En het is inderdaad zijn tweede doelpunt. Het is Steven Berghuis. 4-1 voor Ajax Monaco. Zo lijkt er geen vuiltje aan de lucht deze wedstrijd. Tegen FC Metz met twee doelpunten van Steven Berghuis. Gaan we hier gewoon overtuigend winnen. Hoeveel extra tijd? 1 minuut. Ben ik het zeer mee tevreden. Komt er misschien in 1 minuut nog een kans? Nee, het is klaar. We winnen met 4-1 van FC Metz. en de competitie gaat het dus prima nu gaan we door naar het Champions League duel van deze aflevering. En die is tegen Shakhtar Donetsk. En ja, we hebben ook Barcelona natuurlijk, die treffen we ook nog. Wees even Shakhtar Donetsk een klap geven. Een ploeg waar we makkelijk van kunnen winnen als Aas Monaco zijnde. Maar het elftal moeten we wel op een paar posities gaan aanpassen. Berghuis gaat de rust krijgen. Hatenboer gaat spelen op de plaats van Berghuis. Ook Catarino gaat spelen als rechtsachter. Berghuis ga ik helemaal de rust geven deze wedstrijd. Even kijken, de rest laat ik dan bij deze staan. Berghuis was heel erg moe, vandaar dus nu Haag de Boer eh, op de plek van Berghuis. De eerste aanpassing, Berghuis ook van de wisselbank, krijgt gewoon de rust. En eh, Boznik wel nog, want die hebben we gewoon nodig deze wedstrijd. Hoe, je het, went of, hoe je het ook wint of keert, we hebben Boznik sowieso nodig. Hier zien we de spelers staan, de spelers van Saktar Donetsk en de spelers van AS Monaco. De ploeg van Robin van Persie. Kan Verpersie net zo'n mooie carrière tegemoet zien gaan. Net als Dirk Kuijt bij de vorige FIFA career mode. Dirk Kuijt ging van Feyenoord naar Sevilla. Van Sevilla ging hij naar Bayern München. En van Bayern München ging hij naar Liverpool. Dat was de laatste stap van Dirk Kuijt. Met Verpersie nu als volgt. Feyenoord en Aas Monaco. De 1-2 tot nu toe. Maar we hopen we er nog wat te gaan volgen. Uh, heb ik wel van plan om niet helemaal tot de nieuwe FIFA uitkomt door te gaan met deze career mode. Ik ben wel van plan om tussendoor of gewoon om deze career mode te gaan stoppen op een gegeven moment. En dan gewoon een nieuwe, frisse career mode te gaan beginnen. Dus suggesties misschien suggestie van jullie welke club het moet gaan worden. Misschien wel een buitenlandse club, Engelse, uh, uh, League 1 of League 2. Dat we echt uh, gaan uh, opgaan in de, uh, ja, in de klassementen, zeg maar. Dan gaan we eerst van League 2, 2 naar League 1, en League 1 naar Championship en dan weer zo en zo. Lijkt ook nog een mooi om dat een keer te doen. Maar goed, eerst maar even uh, gewoon dit uh, paar seizoenen nog toch bij een echte topclub zitten met Van Persie. En dan gaan we dus uh, misschien bij United. Misschien is het mooi om bij United af te sluiten als uh, coach met Van Persie. Maar goed, dan moeten we wel de aanbieding krijgen voor Manchester United. Of misschien ooit nog terugkeren naar Feyenoord. Dat is de vraag. Als coach, wie weet wat er op ons pad komt. In ieder geval hier is de eerste kans al voor ons. Maar de renning is van het doelman. Hoekschop is het nu dus voor uh, Aas Monaco wordt genomen door Richetli Bazour. Bazour gaat richting, ik wou zeggen richting Boos. Ik maar weer een slechte hoekschop voor uh, AS Monaco. Ingooien is nu voor Sakta Donjesk. Fernando. Fernando, druk wordt gezet door uh, Caterino. Hatenboer doet ook mee in, die, uh, in de druk zetten. Bal blijft in ieder geval voor Sakta Donjesk. Hou me de gaten, Hans Hatenboer. Die doet het reële kostje als hij speelt bij ons, dat is zeker waar. En nu is de bal hier voor Zaktan Ik Wordt het oppassen geblazen. Ze zijn nu al heel lang in de balbezit. En de vraag is of de verdediging van Asmoniko daar wat mee kan. Ja, hier leek het bijna te gaan gebeuren. Maar de bal blijft nu van Zaktan Tonjesk. Wat heet gevaarlijke positie. En de onderschepping is goed. De bal blijft nog steeds voor de tegenpartij. En nu komt de uitploeg er toch uit voor de voorsprong. En dan gaan er schietkans komen. En de bal in de handen van Juwel Drommel. Dus die kans is voorbij. En nu de snelle counter mogen misschien voor Fane. Die de bal bij Haathoer. Hatenboer, Paas op Geubels, goed. Geubels, Boesje, niet te hard. De bal is voor de doelman. Balklem, kans voorbij voor uh, AS Monaco. Wel nog steeds dus de 0-0 stand hier. Met 20 minuten tot de klok gespeeld te hebben. Bij toeval van de van Bazour, komt nu bij Geubels aan. Geubels, Boesje loopt er ook vrij. Geubels, voorzet. Nee, Paas gaat ook niet lekker. En is dus de bal dus weer voor Sakka Donetsk. Dan wordt het weer passen voor de ploeg van Robin van Persie. 24e minuut. Onderschepping is niet goed van de verdedigers. Nog steeds dus Sacta Donjes met de bezit. Fernando nu onderschept. Boos ja. Boos Ja, Geubels. Ja, Geubels. Nou, kans voor de 1-0 dan. En nu is het al raak. En weer Geubels. Hij open ook te scoren. De wedstrijd hiervoor. En nu is het dus 1-0 tegen, eh, tegen Zacta Donjes Door Geubels. Misschien een beetje later de wedstrijd. Had dat misschien al een keer eerder gekund. Maar goed, het is de voorsprong. De eerste helft die bijna voorbij is. Minuut 37 en nog steeds die 1-0 voorsprong voor de ploeg van Verpessi. Waar nu de Donjes op jacht gaat, naar de gelijkmaker. De verdedigers van AS Monaco staan redelijk. Zagre en Hatenboer komen eruit. Hatenboer terug naar uh, Fofana. Bozjenik, die wil natuurlijk ook zijn doel maken. Robert Bozjenik. En het is de 2-0 voor AS Monaco. En het is Robert Bozjenik die hem maakt. En zo komt A.S. Monaco op de 2-0 voorsprong door de spits die we zeker nodig hadden. Ik zei het al voorafgaand afgaan deze wedstrijd. We hebben Bozunic nodig en dat blijkt hier ook maar weer eens bij de 2-0 van, Bo van Bozunic. De tweede helft die nou dus uh, van start gegaan is bij die 2-0 voorsprong. En lijken we sterk te gaan beginnen als de bal hier bij de Jong aankomt. De vervanger van Boznik, die wel natuurlijk wat moe was. Dat zagen we net al toen we de wedstrijd starten. En de Jong, de vervanger, maakt hier ook de 3-0. Dan lijkt het dus aan het begin van deze tweede helft beslist te zijn. De man die Boznik in de rust verving, omdat Boznik natuurlijk wel moe was. Dat zagen we al toen we begonnen, ik zei het net al. Daarom dat we Bergens ook al gewisseld hadden. Maar Boznik had ook wel nodig aan het begin van de wedstrijd. In de rust hebben we hem gewisseld. omdat we zagen dat we zonder hem deze wedstrijd, deze tweede helft, kunnen. En dat blijkt me eens, want de invaller maakt hier de 3-0. Komt er aan het doelpunt? Nee, voor Zaktar Donjes. Daar houden we aan de handen van drommel. Sagre hoe die doet daar heel zorg. Dan is het de hoekschop voor Zaktar Donjes. Zorg door linksachter. Hoekschop dus voor Zaktar Donjes. Gevaarlijke hoekschop. Bal weghalen nu. Hatenboerder dat? Ook niet lekker. Bal uiteindelijk hier weer voor Zaktar Donjes. Komt er nog een keer de gevaarlijke kans. Nu weghalen weer. AS Monaco, dat is goed. Had Kennedy de bal binnen? Dat doet hij zeker. Nou, Kennedy nu in één keer. Ja, wat hij probeert, weet ik niet. Hij probeert misschien uh, geubels aan te spelen, maar hij liep niet uh, achter zijn man langs. Dus de bal is dus weer voor Zakda Donjes. 63e minuut, 3-0. De voorsprong. Lijkt geen uh, veldje aan de lucht voor AS Monaco. Maar Zakda komt er toch wel meer uit tot nu toe in deze tweede helft. Color Flanko. En het is ook nu de doelpunt, het doelpunt voor Saka Het is 3-1. We staan nog ver voor. Twee doelpunten verschil. Wel een schrikmomentje dus. Met nu 20 minuten nog te gaan. Dan zie je de afstand van Kennedy. We worden van richting veranderd. Schot gered. Hier nog steeds. De bal zit gevaarlijk voor ons. Kunnen we eruit komen? Fofana. Schot geblokt. Opnieuw kunnen Fofana misschien de bal voorgeven. Dat doet hij richting Geubels. De bal weggehaald weer. Opvangen door Vet. Het is tot uh, nu steeds dreigend voor Aarders Monaco. Kennedy. Kennedy's fake schot nog steeds. Fred nu, die raakt hem bal kwijt. En nu is ze dus oppassen geblazen. Alhoewel, de verdedigers van Asmonico staan er sterk. Dus de bal is weer voor ons. Fofana, Hatenboer. Hatenboer, Geubels. Kans nu voor de 4-1. Man van de 1-0. En die krijgt er nu niet in. En dan de rebound voor Fofana. Maar die ziet hem in het zijnet. Geen 4-1 dus. Bal in het zijnet van hem. Van Fofana. En zo gaat dit. Uh, ja, er gaat door geen doelpunt vallen. Tussen minuut 82. Nog steeds de 3-1. De jong hier met de bal bezit. De Jong, Fred, nou nu dan misschien voor de 4-1. Nee, weer de bal klem nu door het doelman. En weer de kans is niet, of ja, wel weer de kans, maar geen doelpunt voor die 4-1. Van vader, Geubels. Geubels, De Jong loopt vrij, De Jong loopt vrij. Kan hij zijn tweede maken, De Jong? En hij maakt zijn tweede, Frank De Jong. En het is de 4-1 voor AS Monaco. Zijn tweede in deze wedstrijd. Maakt hem ook al aan het begin van de tweede helft. En nu later in de tweede helft scoort hij de 4-1. En beslist hiermee dan ook de wedstrijd. Het is uh, 4-1 voor AS Monaco. Hoeveel extra tijd gaan we nog krijgen? Voor AS Monaco en voor Van Persie. We gaan het bij deze zien nog één vrijdag tegen trouwens. Als nou de 4-2 komt, wordt dat wel heel erg spannend. Hoeveel extra tijd? Dat gaan we zo meteen zien. Nou, deze kans. En de bal gaat naast drie minuten extra tijd. Dat is best veel. Maar ja, hopen. Ja, er, gaan, er gaan geen drie doepen te meer vallen. En gaan zeker in drie doelpunten meer vallen. Eén minuut is verstreken. En de bal is het is voor ons. Hatenboer. Hatenboer komt er nog een goede voorzet van Hatenboer. Hij probeert het wel. balk komt niet bij een medespeler aan. Dan is het voorbij. Dan is het voorbij. En dan winnen we. Als zij zich er een keer achter Dat doet hij nu ook. Het is 4-1. We winnen van Saktadonjes. Wat natuurlijk ook de verwachte was. Uh, met 4-1 dus. En we gaan doen het dus goed in de groepsfase van de Champions League. Maar ja, we hebben nog de lastigste in deze groep. De FC barcelona dat is voor de volgende aflevering, denk ik. Moet wel. Dat moet wel. Even kijken. De Jong. Goede wedstrijd gespeeld. Zeker twee doelpunten. Zeer tevreden met hem, natuurlijk. Frank De Jong. Ik ken natuurlijk van onze tijd bij Feyenoord. Met coach van PSI. Bozni speelde natuurlijk ook topwedstrijd. Al wel hebben we afgescoord. In ieder geval is dus deze wedstrijd voorbij. Deze aflevering komt ook bijna tot zijn einde. De volgende wedstrijd, even kijken, Interlands oproepingen, die op gaan we niet uitlenen. En de wedstrijd, even kijken, tegen Nice, die ga ik de volgende aflevering nee, die ga ik nu simuleren. Die ga ik gewoon simuleren. Even kijken, kunnen we die winnen? Aas Monaco tegen Nice en we verliezen met 2-0. Dat is wel een hele erg tegenslag. Het ging in de competitie goed, maar nou verliezen we dus en dan moeten we dus even de volgende aflevering zien rechten breien. Maar goed, de volgende aflevering hebben we de wedstrijd met het Nederlands zelf al. Ik ga jullie bedanken voor het kijken in deze video. Tot uh, morgen bij de staat Handelcareer, maar met Vetrutte. Rutte. En dan zeg ik zoals de tijd en zoals nu later.